Goedendag, mijn aard. Hier geven we f van x is min 1, g van x is gelijk tot 5. We rekenen f naar g van x. Wel, eerst gaan we g naar g breken. G van x zelf valt x kwadraat plus 5. Ja? Dan breken we g naar g van x. Dat betekent gewoon, in de formule hebben we x kwadraat, x vervangen door x kwadraat plus 5. Dan krijg je feiten eerst hier tot kwadraat plus 5. Dat dus eigenlijk wordt dan x kwadraat plus 5. Dus x kwadraat plus 5. Dan rekenen we later uit, dan gaan we rekenen f naar g van x. Dan breken we dus hiervan f na g van x. Dus g na g van x. Dat betekent feiten dat we f van x gaan opschrijven. Dat is x min 1. Ja? Maar de x gaan we later vervangen door wat hierboven staat. Dat betekent dit hier wordt hier tussen haakjes x kwadraat plus 5 in het kwadraat plus 5 min 1. Nu gaan we uitwerken als een merkwaardig product. Dan krijg je x kwadraat wordt x tot de vierde. 2 maal 5 wordt 10 plus 10 x kwadraat. En dan plus 25 krijg je dan. En plus 5 min 1 is plus 4. Ja? Dan krijg je x tot de vierde plus 10 x kwadraat plus 29. Ja? Want 5 min 1 is 4, 29. Uitkijkend, ja, dan vind je inderdaad, dat is antwoord A in je lijst. Dankjewel, bye bye. Goedendag, ik maak me veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij gehaald. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.